Een groep lesbiennes heeft bierblikjes naar hun hoofd gesmeten gekregen. Eén meneer is bedreigd met de dood. Er is een scooter ingereden op een aantal mensen, meerdere malen, want ik kreeg daar losse e-mails over. Dus nou, dat lijkt mij behoorlijk wat op één protest, zeker in een stad als Amsterdam. Ik vond eerlijk gezegd dat de politie minimaal aanwezig was. Hè. Er was politie voor de begeleiding van de stoet. En dat geeft ook weer aan dat kennelijk de taxatie, de inschatting van de gevoeligheid van zoiets eigenlijk minimaal is ook bij de politie.